Dit is een uitzending van Woorden Kunst TV. We zijn bij Kooiman Gladso samen met Lydia Baarda. Lydia Baarda is een Woerdense kunstenaar die zowel schildert als boetseert. Haar werk valt op door de combinatie van kracht en schoonheid. Als kind vond ik paarden al geweldig, want dan had je wel eens door de straat zo'n trouwstoet. Met koetsen, met paarden ervoor. En dan kon ik ook naar kijken, net zolang tot ze weg waren. Vond ik altijd prachtig om te zien. Dat vond ik zo geweldig. Toen denk ik van, oh, ik wil ze ook schilderen. Vertel eens iets over de techniek, hoe je dit hebt gemaakt. Van die lijnvoering, dan denk ik, je moet niet een hele dichte lijn maken. Maar een onderbroken lijn, dat geeft meer kracht en meer speelsheid aan. En die spatjes, hoe heb je die gemaakt? Spetteren. Ja, en dan maak ik weer een beetje verbinding tussen spetters en dan is het net of er een slierdwater opspat. Dat ik met terpentine op de verf wat spettert en dan gaat het een beetje uitlopen. Dan krijg je een beetje vormbladen en dan rommel je er nog een beetje in. Wat fascineert je zo aan paarden? Kan je dat vertellen? Ja, er zijn verschillende dingen. De kracht ook van de paarden. En de schoonheid, ik vind ze gewoon heel erg mooi. En ze zijn ook zwaar en krachtig en ze denderen voort. Dus dat zie je ook aan het opspattende water, dat ze vaart hebben. We zien hier een heel ander schilderij. Er staan hier wat mensen te kijken naar die enorme golven. Sta jij hier zelf ook bij? Nee, gelukkig niet. Nee, dit is een schilderij van een storm aan La Coruña. Dat is de kust van Portugal. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar dan zag je heel veel foto's van in de kranten en tijdschriften en zo. En dat vond ik zo geweldig. Het heet ook watermuur. Het is gewoon een muur van water wat op je af komt stormen. En de klap moet nog komen natuurlijk. En dat vind ik dan zo, je ziet gewoon dat het hard is. Het is keihard. Ben je er zelf ook een beetje bang voor zo'n golf? Als ik daar vlak voor sta wel, ja. Maar ik vind het, als je gewoon weet dat je niet geraakt kan worden, vind ik dat gewoon machtig. En dat schuim vind ik dan ook heerlijk om zo te schilderen en die spettertjes. En, ja, daar geniet ik van. En die mensen die hier staan, wat is hun rol in het schilderij? Ja, op een of andere manier moesten ze daar gewoon staan. Om ze weg te halen, dan wordt het toch een beetje saai. Het is een soort spanning wat het schilderij geeft. Toen ik met je sprak eerder, zei je tegen mij, de mens is niks tegenover het water. Ja, en dat blijkt ook eigenlijk hier wel uit. Ja, dat is zo. Een mens kan niet zonder water. En het, zoals Nederland, moet ook constant vechten tegen het water, dat het niet binnenkomt. En er zitten zoveel aspecten aan. Het kan ook heel zacht zijn en kabbelend. Maar ik hou meer van de kracht en de ruwheid van het water. En de mensen zijn in jouw werk wat van onderschikt belang? Juist, ja, precies. Hier zitten juist wel heel veel mensen in. Dat zijn beelden die ik gemaakt heb. Ooit geboetseerd heb en die heb ik dus geschilderd. Dan schilder je eigen beelden? Ik schilderde mijn eigen beelden, ja. Grote koppen maken vind ik echt geweldig om te doen. En dat is echt zwaar werk, want je kan geen slappe klei gebruiken, want dan zakt het gelijk als een plumpudding in elkaar. Dus je maakt, je hebt een armatuur met een stang en dan prop kranten, plastic eromheen en heel stevig. Dus dan heb je al een beetje vulling, want anders is zo'n beeld helemaal niet te tillen als je het helemaal massief boetseert. Maar dan nog zit er soms zo'n dikke laag overheen. Na 3 weken moest je hem dus uithollen. Dus dan moest je bijvoorbeeld zo van een kop zo'n heel stuk eraf snijden met een draad. En, dat helemaal, en dan moest je helemaal doorsnijden en ook weer uithollen en zo. En dan daarna weer proberen om de goede vorm te krijgen en het weer aan elkaar te smeren en zo. Ik heb in jouw garage heel veel beelden zien staan. Hoeveel heb je er wel niet gemaakt? Oeh, ik heb ze niet geteld. Heel veel. Ben je daar ook al zo lang mee bezig? Ja, dat heb ik daar zeker wel 20 jaar gedaan. Ja. Hier staat een voorbeeld van een vrouw, een beetje peinzende vrouw.
Dus ja, het is een model. Ja, ik vond het een hele mooie pose. En ik vind het ook heerlijk om te boetseren dat je met je handen vorm kan geven. Dat, dat je er helemaal omheen kan. En ja, dat geeft gewoon zo'n fijn gevoel. Een fijn gevoel voor je handen. Maar wat voor gevoel wil je eigenlijk uitdrukken met je werk? Ik vind dat zo moeilijk om te zeggen waarom je zoiets maakt en wat je gevoel daarbij is. Dat moet uit het werk spreken en niet, dat moet je niet hoeven te vertellen. Wat brengt het schilderen jou? Oh jeetje, dat is een moeilijke vraag. Wat brengt het schilderen mij? Ja, het is mijn lust en mijn leven, kan ik wel zeggen. Net als en boetseren ook, dat doe ik eigenlijk veel minder, maar dat vind ik ook heerlijk om te doen. En eigenlijk zou ik wel elke dag willen schilderen, maar ja, dat is natuurlijk geen optie. Waarom niet? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk van alles en nog wat andere dingen te doen. Drukte van het leven, zou ik maar zeggen. Het werk van Lydia Baarda is nog tot en met maart 2019 te zien bij Kooijman Gladso in Woerden.